Dames en heren, welkom bij Café Weltschmerz. Ik ben hier vandaag met Wiert Duk. En we gaan het vandaag hebben over immigratie en de toekomst van het liberalisme. Dames en heren, nogmaals welkom, van harte welkom bij Café Weltschmerz. Zoals ik al zei, ben ik vandaag hier met Wiert Duk, die eigenlijk geen introductie behoeft. Wiert, welkom. Journalist van de Telegraaf, hallo. Ja, welkom. Journalist van de Telegraaf is natuurlijk nuttig om erbij te zeggen. Je bent eigenlijk niet iemand die geïntroduceerd hoeft te worden. Je bent alom bekend. Je schrijft voor ook inderdaad de belangrijkste, de grootste krant van Nederland. Uh-huh. Oplaag van ruim 1 miljoen, denk ik. Of ruim 300.000, wat is het? Ja, dat sowieso. Maar bereik van veel meer natuurlijk. Ja. En online tegen de 400.000 abonnees, weer, ja. Geloof ik. Ja. En ook de eer de meest actieve of invloedrijke twitteraar te zijn van Nederland. Ik begreep... Nummer 2 op de lijst van meest geretweeten. Ja, oké. Okay. Ja. Hoe ga je om met die eer? Hoe is het om die eer? Nou, die liet ik een beetje bij me afglijden, want dat stond in een stuk over de alt-right. En er werd een poging gedaan om mij en andere mensen met die alt-right in verband te brengen. Ja. En dat vind ik niet kloppen. Dus, nee, dat is wel heel typerend in Nederland. Dat je heel snel eigenlijk wordt gestigmatiseerd. Ja. Je wordt vrij snel in extreme hokken gestopt als je een expliciete... duidelijke mening hebt. Ja. En jij bent zo iemand. Dat is ook een van de redenen waarom ik je heb benaderd. Omdat als ik naar je verhaal luister, dan zijn er veel zaken waar ik het eigenlijk mee eens ben. En kan. Ja, dat maakt het heel interessant. Hè? Dus om te kijken waar die nuances liggen en waar we het over eens kunnen worden en waar we het niet over eens zijn. Mm-hmm. We leven in 2009. Ik denk dat het, we gaan het hebben over immigratie. 2019. We gaan het hebben over immigratie. En ik denk dat intussen ook wel integratie onder dat thema valt. Kunnen we dat zeggen? Lijkt me wel. Dus het integratiedebat is een beetje eigenlijk obsoleet, is een beetje verouderd. En we hebben het vaker over immigratie dan integratie tegenwoordig. Is dat zo? Ja, dat denk ik wel. Of zie je het anders? Ik heb hier het integratie. Ik heb bijvoorbeeld het integratierapport van 2018. Ik heb weinig berichten gezien waar het over dit rapport gaat. Hmm. En je ziet natuurlijk dat de integratie gestaag vordert. En dat we nu eigenlijk... Gestaag stagneert bedoel je? Ja, stagneert. Heb je die indruk? Deels stagneert hij natuurlijk enorm. Ja, vertel daar eens over. Deels is gewoon onwil tot integratie. Dat zie je nu bij het nieuws over die salafisten instellingen bijvoorbeeld, hè? Daar is gewoon, daar wordt die onwil tot integratie, is daar zelfs beleid. Jullie moeten niet integreren, want anders integreer je in de foute samenleving. Je moet juist afwenden van die westerse samenleving. Dat is daar het devies. Dus in die zin gaat een deel van de integratie gewoon helemaal niet goed. En is het proportioneel in te delen over welk omvang hebben? Is er iets over te zeggen? Of is dat eigenlijk een gedeeltelijke zorg van, bij die salafisten, daar zijn problemen? Of is dat probleem veel groter dan? Nou, dat wordt wel omschreven in die rapporten die dan telkens weer uitkomen. Maar wat globaal zichtbaar is, is dat een deel van de allochtone jeugd en ook de islamitische jeugd zich keurig integreert in de Nederlandse westerse samenleving. En dan ook voor een deel die culturele en religieuze wetten en normen en waarden waar zij in zijn opgevoed eigenlijk, steeds minder serieus neemt, althans hen die wetten minder volgt. En een ander deel van die jeugd, die radicaliseert dus, wordt steeds orthodoxer. Is ook voor een deel bereid tot de jihad, dus de gewelddadige strijd, de uitreizigers. En dat is het deel waar we ons ernstig zorgen over moeten maken. Niet alleen wij, als ik met wij zeg, het autochtone deel van de samenleving, of laten we zeggen... Het traditionele deel. Het traditionele deel, maar ook dus... het deel dat zichzelf islamitisch noemt, of dat afkomstig is uit dergelijke culturen en dat wel degelijk ook in vrijheid wil leven en dat ook bereid is om andere mensen in vrijheid te laten leven, die moeten zich daar ook erg zorgen over maken. Want het zijn dus voor een deel hun neven en nichten, broers en zussen, die radicaliseren en die zich totaal afzonderen van onze
samenleving. Ja, ik denk dat heel veel mensen dit al te radikaal vinden, terwijl ik dit eigenlijk helemaal niet radicaal vind. Waarom zouden ze het? Dit zijn gewoon feiten. Ja, dat zijn gewoon feiten. Maar ik denk, je bent natuurlijk, je volgt het nieuws en volgt natuurlijk opiniestukken. Ik denk dat heel veel mensen dit al radicaal vinden, wat eigenlijk niet zo is. Maar hier is helemaal niks radicaal. Nee, dit dus zie je gaat naar de grote steden, je ziet dit overal op straat rondlopen. We hebben hier Gemmenburg. Maar wacht even, ik zal even corrigeren. Je ziet dit fenomeen op straat, of je ziet deze mensen op straat rondlopen. Als ik zeg, je ziet dit op straat rondlopen, krijg je van die mensen die zeggen, kijk die Duk, die mensen zijn objecten voor hem. Hij objectiveert hen. Ja. Dus Laten we het expliciteren. Ja. Laten we het hier inderdaad over hebben. We hebben hier Gemmenburger te gast gehad. En hij zegt dat eigenlijk, Gemmenburger, die ken je ook. Zegt eigenlijk dat het de online islam wordt gedomineerd door salafisten. En dat het een van de redenen is waarom dus Nederlandse moslims kunnen radicaliseren. Omdat ze dus inderdaad, je hebt de ouders die immigranten zijn, eerste generatie, tweede generatie, en die is een beetje hybride. Dus één voet in het land van herkomst, één voet in Nederland. Derde generatie, de huidige jeugd, groeit hier op met de Nederlandse taal als moedertaal en gebrekkig de taal van herkomst sprekend. Ja. En die gaan online op zoek naar informatie over de islam. Mm-hmm. En Gemma zegt, en ik deel wel die opvatting, want ik heb dat zelf ook ervaren, dat het de online islam gedomineerd wordt door die salafisten. Ja, maar niet alleen de islam online. Hè. Allerlei ideologieën domineren op het internet, hè, zoals het Nederlands Twitter werd dan onderzocht door die mensen die mij ook noemden in dat stuk, is voor een deel zeg maar rechts, of niet politiek correct, domineert daar heel sterk. En dat is ook wel mijn ervaring, denk ik ook wel. Dus je ziet allerlei subculturen waar mensen rondlopen die betrokken zijn bij hun eigen ideologie, zeg maar, en die ook uitgesproken opinies hebben en die ook een soort missionaire of missionaris neigingen hebben, en dan niet in die ene zin, maar in de andere zin. Die zie je dus voor een groot deel dat opiniedeel van het internet overnemen. En dat is natuurlijk ook logisch, omdat zij hebben een doel. Mensen voor zich winnen. En dus als jij gewoon een gematigde moslim bent en je hebt een leuke baantje bij de bank of zo, en je komt s'avonds thuis bij je gezin en je gaat voetbal kijken en je bent voor Ajax of Feyenoord of weet ik veel wat, of Galatasaray voor mijn part. Ja, dan ga jij niet op internet zitten de hele avond om allerlei islamitische regels en wetten te onderzoeken. Nee. En contact te zoeken met orthodoxe moslims elders. Ja. Maar als jij geïnteresseerd bent in het orthodox radicale deel, dan ga je het internet op en dan vind je communities waar je je thuis voelt. Maar dat geldt net zo goed voor rechts en het geldt net zo goed voor extreem links. Dus dat in die zin is wel degelijk ook het internet een bron van radicalisering. Daarom, om daarop verder te gaan, pleit ik er altijd voor om zoveel mogelijk al die meningen en opinies die bestaan te respecteren en ze het parlement binnen te loodsen. Ja. Dus kijk, ik ben wel ernstig tegen op partijen als Denk en Nieder. Dat is een heel belangrijk punt dat je maakt. Dat is een heel belangrijk punt. Dat is essentieel. Dus het parlement in te loodsen. Dus salafisten. Ik verwoord dat ook geregeld en ik word door eigen moslims in de volle breedte word ik daarom bekritiseerd. Oh. Van waarom zou je dat nou doen? Waarom zou je nou stigmatiseren richting salafisten? Hoe wil je stigmatiseren? Nou ja, stigmatiseren. Dus dat we inderdaad, ik zie ook inderdaad elementen die bedreigend kunnen zijn voor eigenlijk de politieke gesteldheid van Nederland. Mm-hmm. Dus onverenigbare ideeën zijn in het salafisme. Mm-hmm. Eén daarvan is dat zij vinden dat niet de mens soeverein is, maar dat God soeverein is. Mm-hmm. En dat er zijn salafisten, dus die kun je in verschillende groepen indelen. Er zijn salafisten die niet geloven in de democratie. Per definitie niet geloven in de democratie, toch? Ja, maar de parlementaire democratie afwijzen, wat je zegt, dat moet vertegenwoordigd worden in de gemeenteraden, in de nationale politiek. Die horen aanwezig te zijn, die horen hun meningen, hun ideeën te verwoorden. En dat gebeurt onvoldoende. Zien wij salafisten In de media voldoende, zien we salafisten voldoende in de politiek? Ik denk met name dat laatste, dat de salafisten daar ontbreken. Nou, ik denk dat partijen als NIDA en DENK en zo, die hebben gewoon contacten met salafisten, voor zover vertegenwoordigers dat zelf al niet zijn. Maar ze kennen in ieder geval het milieu. En mensen uit het milieu zullen ook geneigd zijn om op die partijen te stemmen. Daarom vind ik die partijen ook behoorlijk gevaarlijk, omdat ze
kunnen bijdragen aan de, laten we zeggen, de ontdemocratisering van ons bestel. Gebruikmakend van de democratische mogelijkheden die hen worden geboden. Ja, maar we zijn wel voldoende weerbaar natuurlijk om kleine groepen te weerstaan. Hun invloed zolang het kleine groepen blijven. Ja, ja. Alleen als de demografische veranderingen in de grote steden zo snel gaan als nu. Ja. En steeds meer mensen zijn geneigd om op die partijen te stemmen. Ja. Dan gaan ze op een gegeven moment gewoon mee besturen in de steden. Ja. En je ziet, het grote probleem is nu al dat de gevestigde orde, zeg maar, dus de traditionele partijen en politici en ambtenaren, die zijn heel sterk geneigd vanuit dat irrationele beeld dat we hier met slachtoffers te maken hebben, om heel snel toe te geven aan de eisen die vanuit deze hoek komen. Ik heb wel met vertegenwoordigers van DENK, ook raadsleden, ook hier in Amsterdam heb ik gesproken en gevraagd om het salafisten, ik denk dat het centrum van het salafisme is wel Amsterdam, kunnen we wel zeggen, denk ik. Dat salafisten onvoldoende politiek, of dat ze niet politiek actief zijn en ook niet stemmen. En dat er weinig contacten zijn ook met DENK. Ik heb ze daar direct op aangesproken. Zijn er contacten? Waarom wordt er niet meer met hen gesproken? Nou, ze vertikken het, ze willen het niet. Dus zij ontkennen dat die relatie er is. Ja, daar zijn twee dingen. Ten eerste DENK, nu hebben we het over DENK. Andere partijen hebben het niet over. Ja. Ten eerste putten ze toch uit hetzelfde milieu. En daar zijn gewoon gradaties. Binnen één gezin kun je, binnen één Marokkaans of Turks gezin, kun je kinderen hebben waarvan de één redelijk seculier is, de tweede gaat dan richting DENK, NIDA, en de derde is gewoon heel salafistisch, wendt zich van de wereldlijke, van al wat wereldlijks is af. En zit alleen maar in de moskee. Ja. Maar die beïnvloeden elkaar natuurlijk toch omdat ze vanuit hetzelfde milieu afkomstig zijn. Ja. Verder is het zo dat wat ik merk als ik in de grote steden op pad ben, dat die politici en die andere activisten van DENK en NIDA en zo ook heel goed werk doen in die wijk. Ik was bijvoorbeeld deze week in Rotterdam. Daar moet zo'n buurt, zo'n arme buurt in de Afrikaanderwijk, zo'n buurtje, dat moet deels worden gesloopt. En die bewoners die verzetten zich daartegen, een soort authentiek volksprotest is daar ontstaan. En die krijgen geen steun van de gevestigde partijen, die krijgen steun van de SP en van 50PLUS, van de dieren en van DENK en NIDA. Want onder die mensen, onder die burgers, zitten ook heel veel Turken en Marokkanen. Dat is hun electoraat dus. Maar ook de autochtone burgers daar, dus dat deel van de autochtone bevolking dat daar is gebleven, hè, want de meesten zijn natuurlijk weggetrokken ooit, maar het deel dat daar is gebleven en ook in verzet is gekomen, die zijn hartstikke blij met die jongens van DENK en NIDA. Ja. Die zeggen, joh, dat zijn hartstikke slimme gasten, met gasten zoals jij. Ja. Die komen ons helpen, die vertegenwoordigen ons nu in die raad. Ja. Dus wij gaan de volgende keer misschien wel op DENK of NIDA stemmen. Ja. Ja. Dat is slim. Ja. Ja, ja, weet ja. je? Nou, zeg daar maar eens iets tegen. Dat is heel lastig, omdat je weet dat tegelijkertijd, ondanks goede werk, dat ze doen dus een beetje het werk wat de SP vroeger in die wijken deden. Hè? Dat is dus heel slim, dat pakken ze goed aan. En ondertussen hebben ze een politiek-islamitische agenda. Ja, dat zie jij? Dat er echt een islam-politieke agenda is? Dus, zij vertegenwoordigen gewoon de politieke islam. Ja? DENK is natuurlijk gewoon de AK-partij van Erdogan. Ja, goed. En NIDA ik zie dat niet, omdat DENK naar mijn idee vrij progressief is. Het is ook vanuit de Partij van de Arbeid voortgekomen, die partij. Ik herken weinig AK-partij in DENK, behalve dat ze dus inderdaad soms met moties tegen of voor een motie in zaken operaties, militaire operaties. Maar het gaat niet zozeer om maatschappelijk, politiek inhoudelijk, maar het gaat om waar de loyaliteit ligt. En als je Kuzu tekeer ziet gaan op de Turkse tv tegen notabene Nederlandse parlementariërs in de Tweede Kamer, die toevallig ook van Turkse afkomst zijn en niet zijn politieke opvattingen delen, en dat hij hen daar gewoon voor een Turks publiek demoniseert, nou, dan weet ik wel wat voor loyaliteit. Ik denk dat er is natuurlijk wel tegendruk geweest in de tussentijd. En ik denk dat die partij dat ook wel gadeslaat en ziet hoe de maatschappij erop reageert. En ik ben benieuwd of zij een houding zullen bijstellen in zaken het bekritiseren van mede-Kamerleden. Het is natuurlijk dat je over en weer discours. In Turkije wordt natuurlijk de Nederlandse politiek betrokken, in de binnenlandse politiek en andersom. En we moeten een beetje gescheiden van elkaar houden. En ik ben benieuwd of ze daarvan zullen leren, van die kritiek en de verbolging die is ontstaan in de samenleving. Ik heb als een van de onderwerpen, van het deelonderwerp, is hier genoemd ook intellectuele vorming. Je noemt politiek islam. Ik heb gesproken over de eerste, tweede en derde generatie. En dat eigenlijk tweede en derde generatie natuurlijk kijken naar hun basis. En van daaruit eigenlijk een politiek idee vormgeven. En dat die basis vaak toch islam is geweest.
van de ouders, ouderlijke huizen, wordt islam ingegeven. En vanuit die islamitische identiteit groeit een soort identiteit. En ik denk dat heel veel Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders onvoldoende inzien eigenlijk wat de islam allemaal impliceert. Mm-hmm. En daarom is het zo belangrijk dat er intellectuele vorming optreedt in Nederland. Dat we nadenken over de implicaties van de islam staatkundig bezien. Mm-hmm. Dus wat nou, liever helemaal niet, maar ja, het moet. Ja, want we zijn ertoe gedwongen. Ja, want de salafisten, dus per definitie hechten zij aan de eerste drie generaties moslims. Mm-hmm. Zijn wij nou werkelijk als de eerste generaties moslims, of zijn er andere ideeën die op ons inwerken en onze identiteit mede vormgeven? En die andere ideeën, die bespreken we onvoldoende. Dus er wordt over de islam, we hebben het vaak over de islam, maar er zijn andere ideeën. Atatürk heeft invloed op ons gehad. We zijn seculier denkend. Als je Turkse Nederlanders, ook Turken in Turkije, vraagt, zou je de sharia willen? Dan zegt 13% ja. De rest zegt nee, absoluut niet. Dus daar is, secularisatie is echt ingewerkt in de geest van Turken. Mm-hmm. En dat zie je ook hier. Dus Turken zijn en Marokkanen zijn, denk ik wel, vrij hybride wat de islam betreft. Mm-hmm. Maar in die intellectuele vorming zien we dat onvoldoende, wordt het onvoldoende zichtbaar gemaakt. Het moet meer verwoord worden. Nou, wat volgens mij veel meer verwoord moet worden is burgerschap en Nederlands burgerschap. Ja. En het feit dat zij hier in Nederland leven en hier gewoon ontzettend veel kansen krijgen. Ja. En heel wat meer kansen dan in Marokko of in Turkije. Ja, goed. En dat ze zich misschien, dat als zij die kansen grijpen, dat in ieder geval het merendeel gewoon een heel normaal en fijn leven kan leiden hier. En mensen die dat niet lukt, omdat ze misschien intellectueel de capaciteiten niet hebben of gewoon pech hebben en zo, die kunnen, net als autochtone Nederlanders, in een uitgebreid sociaal vangnet terechtkomen en daar ook gebruik van maken. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn, zoals nu veel te vaak voorkomt, dat ze wel gebruik maken van het sociale vangnet, bijvoorbeeld uitkeringen. Mm-hmm. De eerste generatie met name? Maar ja, ook nog wel de jongere generaties. En vervolgens bijvoorbeeld zwart bijwerken en dan huizen hebben in Marokko of in Turkije, mm-hmm. wat gewoon heel vaak voorkomt. Ja, dan ja. maak je dus gewoon misbruik van een systeem dat jou eigenlijk alle kansen biedt. Is dat iets wat wij als Nederlanders niet al wisten dat dat plaatsvond? Wisten er niet van meet af aan met de inkomensoverdrachten naar Turkije, naar Marokko? Nou, ik denk dat dat voor een deel bekend was. Dus maar als je, is een taboe op natuurlijk om dat te benoemen. Maar als je 60 jaar lang inkomensoverdrachten naar Marokko mm-hmm. doet, mm-hmm. als je 60 jaar lang geld meeneemt naar Marokko, dan ontstaat er kapitaal in het buitenland. Hè, Nederlands kapitaal. Oké, ik zal je een mooi verhaal vertellen wat ik gisteren hoorde dus in die wijk daar in Rotterdam over, en dat is een mooie metafoor voor de staat voor Nederland in zijn verhouding tot dit soort minderheden. Ja? Mm-hmm. Daar woont dus een mevrouw, die is 80 en die heeft haar hele leven in die wijk gewoond. Dus in de Afrikanenwijk is dat. In datzelfde buurtje waar ze nu weg moet, die is daar opgegroeid, die heeft haar kinderen daar, of haar zoon daar gekregen, haar moeder heeft ze daar verzorgd. En naast haar, en ze is nu 80 en ze woont daar nu alleen, en naast haar woont een Marokkaans gezin. Mm-hmm. En ze kwam ooit met het Marokkaanse gezin in contact doordat die Marokkaanse buurvrouw midden in de nacht op haar raam tikte heel hard. Want haar man die was aan het werk of die was er niet s'nachts. En die vrouw die moest bevallen. Ja. En die moest dus naar het ziekenhuis. En die buurvrouw, die Nederlandse buurvrouw, die moest haar helpen. Toen kwam ze in contact met die mensen. En vervolgens is zij jarenlang elke dag bijles gaan geven aan die kinderen. Aan die Marokkaanse kinderen, want die konden niet rekenen. Konden ook slecht Nederlands. Dus zij heeft eigenlijk, deze mevrouw, hele lieve Nederlandse mevrouw, heeft eigenlijk die kinderen naar een middelbare school geloodst en die zijn gewoon uiteindelijk goed terechtgekomen. Nou, prachtig. Ja. Vervolgens hebben ze geen bedankje gehad. Ja, ja, vindt ja. ze niet zo erg. Maar zei ze, die Marokkaanse buurman, die mij dus nooit bedankt heeft, wat ik wel jammer vind, maar goed, die had dus een uitkering, werkte er zwart naast en had drie huizen in Turkije. Ja, ja. En op het einde van zijn traject, van zijn zeg maar uitbuitingstraject van de Nederlandse samenleving, de Nederlandse belastingbetaler, mm-hmm. zei die tegen deze mevrouw, en nu gaan we een soort van villa kopen in Marokko. Ja. Dit is de uiteindelijk, we zijn dus geslaagd. Ja. Dat is dus puur misbruik. Ja. Ten eerste van de vriendelijkheid van die mevrouw. Mm-hmm.
En vervolgens van de Nederlandse belastingbetaler die dat sociale systeem heeft opgetuigd. Maar deze manier dus in principe weten we dit. Hè? Iedereen weet dat dit plaatsvindt. Ja, dit weten we maar dus waarom, al. Waarom zou dit niet eigenlijk tussen de regeringen besproken moeten worden? Hè? Er zijn natuurlijk gewoon diplomatieke betrekkingen. Er is een ambassade. Je kan toch dat soort informatie toch delen? Ik weet niet hoe dat nu zit precies met die... Want er was dat schandaal. Dat was volgens mij door de Telegraaf ook onthuld jaren geleden over die hoe het goed dat dan Turks. Ja, ik weet niet precies hoe dit is afgelopen. Maar het gaat ook niet zozeer om de. Maar kijk, dit wordt een politiek issue. Dat eigenlijk al lang verholpen had. Ja, maar het is natuurlijk een moreel issue. Moreel issue, ja. Maar goed, je politiek moet dat wel afkaderen, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar dan ga je weer over naar bestraffing en sanctionering. Ja, bestraffing. Ik denk dat je dat voor moet zijn. Jij wilt hebben toch over integratie en burgerschap. Ja. De wens is dat deze Marokkaanse familie zo geïntegreerd is dat ten eerste die mevrouw de Nederlandse taal zo goed beheerst dat ze haar eigen kinderen daar waar in welke stad is dit? In Rotterdam, in Afrikanenwijk. Afrikanenwijk. En vervolgens dat die echtgenote van die Marokkaanse mevrouw, die dus enorm wordt geholpen door die lieve Nederlandse dame, geen misbruik maakt en van de goedheid van die mevrouw en twee van... En kijk, dit is natuurlijk maar één voorbeeld. Dit is één voorbeeld. Ik ken zelf uit, moet ik even bijzeggen, uit mijn persoonlijke ervaring ken ik voldoende voorbeelden van natuurlijk, je kan anders. Tot in de oneindigheid kun je dit soort voorbeelden vinden. Natuurlijk. Maar dit even als metafoor voor hoe dat Nederland, die Nederlandse verzorgingsstaat, decennia lang is misbruikt. Waarom is dat toegestaan door de politiek? Nou, politiek? Door de gemeentepolitiek met name. Nou, omdat de linkspartijen wilden hun allochtone electoraat niet tegen zich in het harnas jagen. Ja. Want die hadden dat nodig. Bovendien dus rustte er een zwaar taboe op het benoemen van dit soort misbruik, omdat je dan racistisch zou zijn. Pim Fortuyn, meen ik, die heeft dat ooit, is er ooit wel mee begonnen. Ja, ja. Of bladen als Elsevier, die deden dat dan en die werden dan onmiddellijk als racistisch weggezet in plaats van gewoon als een journalistiek medium. En pas nu, sinds een aantal jaren, is dat veel gangbaarder dat dit soort dingen aan de kaart worden gesteld. Maar in principe is dit een kritiek op de progressieve, of de sociaaldemocraten, niet waar? Nou, ik denk dat de liberalen, kijk, dat was volgens mij parlement breed hoor. Dat was niet alleen de Partij van de Arbeid. Ja, maar waarom smooi je dit niet in de kiem, vraag ik me dan af. Hè? Waarom voorkom je niet dat dit een groot probleem, een maatschappelijk probleem kan worden? Want je ziet dat aankomen natuurlijk. En nou, net zoals dat niet in de kiem is gesmoord, de drugscriminaliteit een enorm probleem is geworden. Dat is een gigantisch probleem. De mokromafia een enorm probleem is geworden. Ja, vanuit Afghanistan, dat komt gewoon, komt bij WAN, komt Turkije binnen. En er wordt vanuit, ik zal de groep even niet benoemen. Het is niet altijd even veilig om groepen te benoemen hier in Nederland. Wordt dat gewoon doorgesluist en er is gewoon een drugshandel in Nederland. Vanuit Afghanistan, heroïne, Turkije en komt het zo door richting Nederland. Ook vanuit Marokko, Noord-Marokko. Dat weten we allemaal en we doen er niks tegen. Wat doen we er nou fundamenteel tegen, Wiert? Te weinig. Staat op de agenda in de gesprekken met die overheden? Staat het voldoende op de agenda? Nou, kijk, dat Nederland in de afgelopen decennia een narcostaat is geworden, dat was in ieder geval in heel veel buitenlanden al lang bekend. Want Nederland werd een narcostaat genoemd. Hè? Al jaren geleden door Frankrijk. Toen stond iedereen hier op zijn achterste benen. Terwijl het gewoon een feit is. En dat Nederland zwaar door criminaliteit is ondermijnd en ook deels door etnische allochtone criminaliteit, niet alleen maar ook, dat is natuurlijk ook al lang bekend. Alleen dan moet je wel de middelen, dan moet de politiek dus de middelen hebben en de middelen geven ook aan de diensten en aan de veiligheidsstructuren om daar handelend te kunnen optreden. En dat is jarenlang onvoldoende gebeurd. Maar goed, dat is een ander probleem dan het probleem van integratie. Ik weet dat Turkije er veel aan doet. Ik weet dat ze in WAN dus ontzettend veel drugs vangen. Ja, die grensstad WAN in het oosten, er wordt er wat aan gedaan, maar wordt er voldoende aan gedaan. Ik ken ook mensen in Amsterdam, Rotterdam, die me erover vertellen over hoe die lijnen liggen. En denk ik, ja, hoe is het mogelijk? Dat zelfs als een jongere bijvoorbeeld in een soort wanhoopstaat raakt door voortijdige schooluitval of iets dergelijks. En die lijnen liggen er en die contacten liggen er. Dat is geen wanhoop. Als jij een 17-jarige Marokkaanse jongen bent, dan heb jij neven of ooms of anderen gezien die binnen de kortste keer een miljonair zijn geworden. Ja. Dan denk jij niet, ik ga naar het VMBO of MBO of hoe heet dat tegenwoordig. Dan denk je, ga zelf een carrièrepad volgen, namelijk ik word drugsrunner en ik hoop op te klimmen. En dan ben ik over een jaar of 2-3 miljonair. Ook dan ben ik 20, ben ik miljonair. Ja. Dus wat heb ik met de rest van Nederland te maken, denken zij. En dat is hun mentaliteit. Van die jongens die dan... En dan is het heel, heel moeilijk
om uit zo'n milieu te komen en niet die weg te gaan. Zeg, joh, ik ga gewoon studeren. Ik heb de grootste moeite als we dit bespreken om die namen niet te noemen. Om gewoon te zeggen, dit zijn de groepen, dit zijn waar de lijnen liggen en doe er wat aan. Maar ik hou me in wat dat betreft. Want ik denk dat ook de autoriteiten dit weten. En ik hoop dat er echt meer werk van wordt gemaakt. Want het is kapitaalsvernietiging natuurlijk van je welste. Nou, ook. We hebben het over de integratie. Maar vergeet niet, want je kunt een stap verder gaan. Hoe komt dit nou? En dan kom je terug op het onderwerp waar we het over proberen te hebben. Namelijk dat deze jongeren geen gevoel van burgerschap hebben. Ja. Als ze zich al loyaal voelen, dan is het aan de eigen familie. Uh-huh. En vervolgens aan de eigen, in Duitsland bijvoorbeeld, heb je echte clans. En uiteindelijk, als ze tot een soort van inzicht komen dat ze ook nog islamitisch zijn, dan noemen ze zichzelf opeens loyaal aan de Umma, dus de Marokkaanse internationale gemeenschap. Dat zag je toen die Turken op de brug daar stonden in Rotterdam, op de Erasmusbrug, te protesteren voor Turkije en voor Erdogan en zo. Toen kwamen daar opeens ook allemaal Marokkaanse jongens aan en die zeiden notabene in de camera tegen een Nederlands publiek dat geen idee heeft wat die Umma is. Die zeiden toen van, dit is geen Turkse kwestie meer, dit is nu een kwestie van de Umma. En daar schrik ik van, zie. Althans, destijds nog wel, nu niet meer. Omdat ik denk, kijk, voor hen is die Erdogan gewoon een soort de kalief, weet je wel, kennelijk. En zelfs voor die Marokkaanse jongens. En Erdogan maakt er natuurlijk wel gebruik van. En die maakt er misbruik van. Hè. Misbruik, gewoon gebruik, denk ik, als we het vanuit realpolitiek perspectief bekijken, maakt hij er gebruik van. Hij ziet die mogelijkheden, hij maakt er gebruik van. We zien het in Noord-Syrië, dat die jihadisten die afreizen. Nou, Erdogan ziet dat gebeuren, hij maakt er gebruik van. Die groepen worden natuurlijk geholpen. Maar goed, het zorgelijke is dus dat deze jongens kennelijk niks met Nederland hebben verder. Terwijl ze gewoon Nederlands spreken en hier zijn opgegroeid. Maar dat is ook weer in de grote steden, hè, Wier? Dat is dus in de grote steden. Ja, ik denk dat ze daar wonen. Ja, maar goed, je haalt af en toe. Hè, ze wonen ook wel in Enschede en elders en zo. Maar goed, daar is in Almelo, volgens mij is procentueel gezien de grootste Turks- en Nederlandse populatie in Almelo. Ja. Ik kom zelf ook uit de provincie, ik kom uit Friesland. Ja. Nee, ik heb hier een acculturatiemodel. Dat is een model van, ik heb ook meteen een foto van hem uitgeprint, van John Woodberry. Een man van 1939, 80 jaar inmiddels. Even kijken, zo. Ja. Deze man heeft ook in Nederland onderzoek gedaan, dus een Canadese psycholoog. Mm-hmm. En hij staat bekend, hij is een autoriteit op het gebied van acculturatie. Mm-hmm. Dat kennen we niet, dat begrip. We hebben het vaak over integratie. Mm-hmm. Maar integratie is eigenlijk één van de strategieën voor acculturatie, culturele aanpassing. Mm-hmm. Integratie is één van de strategieën die je kunt innemen. Je kan ook een strategie assimilatie voor kiezen. Is ook bekend. Hè? Dus totale aanpassing in termen van waarden. Dus eigenlijk je oorspronkelijke waarden loslaten. Opgaan in de ontvangende samenleving. Volledig opgaan. Waarden ook omarmen. Je hebt ook separatie. Eigenlijk dat is segregatie. Mm-hmm. Dat zien we in die grote steden. Dus waar de identificatie met de Nederlandse waarden ontbreekt. En de identificatie met de culturele waarde van het land van herkomst heel sterk is. En dat komt door segregatie. En dat mm-hmm. is ook een probleem wat we zien. Mm-hmm. Een geweldige segregatie in Amsterdam. Amsterdam-Oost, Rotterdam-Zuid. We zien het in Kanaleiland. Den Haag, zien we het Schilderswijk, Kanaleiland. Mm-hmm. We zien het overal. Segregatie, ook een politiek probleem. Mm-hmm. Ook waar we niets aan doen. Mm-hmm. We staan het toe. Waarom zorgen we niet voor vermenging? En waarom maken we geen beleid? Als je dat voorstelt, wordt er ook weer. Nou, ik heb op Eiburg gewoond, Amsterdam Eiburg. Daar werd dus min of meer vanuit de overheid uitgestreefd naar vermenging. Hè? Sociale huur naast duurdere koopwoningen, duurdere huurwoningen en zo. Maar het publiek mengde natuurlijk helemaal niet. Iedereen bleef gewoon binnen zijn eigen bubbel. En de mensen ontmoeten elkaar wel op straat in het winkelcentrum en zo. Maar het is nou niet zo dat daar nu allemaal vriendschappen ontstonden. Kan er wel op aangestuurd worden door de politiek? Nee, ik denk het niet. Waar het bijvoorbeeld wel succesvol was, heb ik gemerkt op Katerdrecht in Rotterdam. Daar heb ik ook een tijdje gewoond. En daar woonden we in zo'n nieuw middenklasse wijkje, zeg maar. Dus ze hadden op Katerdrecht, hè, wat de oude hoeren- en drugswijk was, dat wilden ze oppimpen. Daar hebben ze daar van die moderne koopwoningen gebouwd. En het interessante daar is dat die koopwoningen, die werden dus vooral aangeschaft door allochtone middenklasse. Terwijl die witte onderklasse die daar eigenlijk altijd Katendrecht zeg maar een gezicht gaf, die kon dat niet betalen. Dus die huurden daar en die keizer ook een beetje jaloers op die
mensen, of die bezitters van die middenklassehuizen. En dat zijn dan van die huizen tussen 3 en 4 ton, denk ik, dat ze ooit gekost hebben. En dat zijn dan van die jonge, allochtone gezinnen met kinderen, met 2 banen vaak, gewoon met een auto. Die kinderen gaan met elkaar naar school. Ik woonde daar ook een tijdje en ik zag dus dat dat heel goed functioneerde. In die wijk waar wij zaten, weet je wel, tegenover ons een Marokkaan, naast ons Turken, mensen uit Sri Lanka, gewoon blonde Nederlanders, Hindoestanen, Surinaams, alles. Alles, hè? En al die mensen gingen 's ochtends gewoon hun werk, die kinderen gingen naar dezelfde school daar op Katendrecht, dat mengde met elkaar, speelde met elkaar. En dan zie je opeens van, kijk, in zo'n microcosmos, multiculturele microcosmos, het kan heel goed gaan, mensen kwamen met elkaar eten en zo. De enige die daar een beetje uit de toon viel, dat was die ene Turk die te veel Erdogan aanhanger was. Had en mensen zoiets van, flikken nou maar op met je Erdogan en zo, dus dat was ook heel goed. Dus het kan functioneren als mensen sociaal-economisch stijgen, belangen krijgen, eigen huis, auto's en zo. Kinderen, belangen krijgen, exact. Ja, belangen in Nederland ook. Ja, hè? Ja. Ze willen dat die kinderen ook gaan studeren essentieel. In Nederland. Dat moeten we echt heel duidelijk parkeren in de, tussen de oren van nieuwkomers, nieuwe generaties. Dat ze niet doen wat hun ouders doen. Het is ook qua kapitaalsvernietiging. Er is gigantische inflatie in die landen. Ja. Het geld dat je daarin stopt, daar krijg je geen rendement op. Dus waarom doe je het? Je kinderen groeien hierop. Ja. Dus het is eigenlijk een klakkeloze imitatie van de ouders. Ja, dus die ouders... En daarom intellectuele vorming, daarom, heb ik het zo, daarom is dat zo essentieel. Ja, dat is ook zo. Alleen dat is niet het enige, omdat... kijk, wat in dit geval, wat ik net beschreef, wat daar goed gebeurt door die ouders, is dat ze de kinderen duidelijk maken, joh, het kan wel zijn dat je verleden in Turkije, Marokko, weet ik veel wat lag, maar je toekomst is hier. En je gaat met deze kinderen gewoon, word je bevriend, ga je naar school, ga je studeren. En wat je daarna vervolgens gaat doen, trekt de wereld in, maar zorg ervoor dat je goed opgeleid bent en succesvol wordt. Maar dat doen natuurlijk niet, dat doen niet alle ouders. Nee. Bovendien, er zijn er altijd jongeren, zoals we zien, die dan of niet mee kunnen komen, of net een soort van frustratie krijgen. Ja, maar dan komen we eigenlijk op die vierde strategie uit. Nogmaals, acculturatiemodel. Ik moet het zo even in beeld brengen. Acculturatiemodel. De vierde strategie is marginalisatie. Mm-hmm. Dat is wanneer de identificatie met de waarde van het land van herkomst ontbreekt, als ook de identificatie met de waarde van het land van herkomst. Ja. Dus een totale marginalisatie, criminalisatie. Ja. Ja. Dat de hele basis verdwijnt. Echt door het zwakke sociaal-economische milieu waar kinderen opgroeien. Dat is zo, ja. En dat zien we. En dat is wat je nu benoemt. Dus het is niet dat het probleem is niet eenduidig. We moeten de koe bij de horens vatten. Als we die problemen zien, dan moeten we die aanpakken. Het gevaar is dus als die mensen dus marginaliseren, dat dan die radicale islam hem oppikt. Ja. Ja, dat zie je dus ook wel van. Dat zagen we ook in Utrecht, hè, bij die Turkse jongen die aanslag pleegde. Dat was een veelgebruiker. Ja, en dat zie je veel ook bij de IS-aanslagplegers en zo. Hè. Dat zijn er vaak drugsgebruikers geweest. Het mislukt, sociaal-economisch mislukt. En dan opeens dan vindt IS hen en plukt hem eruit. En daarom vind ik ook de kritiek van Özcan Akyol zo belangrijk. Hij zegt, oké, als je bekeert tot de islam, vaak dan is een soort morele... zuivering vindt het dan plaats. Mm-hmm. En dus het kan iemand die dus in erbarmelijke mentale situatie verkeert, kan het gevoel geven dat diegene helemaal gezuiverd is. Mm-hmm. En dus dan maakt iemand een sprong, een leap of faith naar de islam en radicaliseert daardoor. Dat maakt in één keer een totale radicalisatie door. Ja. En vaak zijn het dus criminelen die sprong wagen. Ja, ze komen dus uit die gangster-islam, zeg maar. En dan krijgen ze opeens, vinden ze zichzelf toch te zondig of ze gaan denken, oh jee... Zometeen kom ik niet in het paradijs met al die maagden. Nee, maar dat is dus ook een probleem. Dat ze dus inderdaad die belofte krijgen. Dus dat ze als martelaar direct een bijzondere plek in het paradijs krijgen toegewezen. Ja. En die theologie is daardoor ook problematisch. Maar niet intrinsiek. Want we kunnen dat natuurlijk herinterpreteren. We kunnen daarnaar kijken. We kunnen zeggen, oké, dat is contextgebonden. En daar komt opnieuw die intellectuele vorm in kijken. Welke intellectuele islamitische leiders hebben we in Nederland? Maar nul. Die dit goed uitwijzen. Nou, die zijn er dus niet of nauwelijks. En de intellectuele vorm krijgen ze ook niet op die scholen. Hè? Want een groot deel daarvan gaat naar het niveau mbo en zo. En dan ik denk dat heel veel dat eigenlijk... Want die scholen die je noemt, weten denk ik wel over welke scholen we het hebben. Ik denk dat daar onvoldoende besef ook is over de implicaties. Wat ik in het begin van het gesprek ook al zei. Over de implicaties van die
oorspronkelijke islam. Hè? Want zij denken natuurlijk dat ze het juiste doen. Maar al die basisaannames die besloten liggen in die islamitische waardestelsel, islamitische religie van oorsprong. Nou ja, de letterlijkheid ervan natuurlijk. Kijk, in het christendom kun je nog zeggen van ja, je moet niet alles niet zo letterlijk nemen wat in die Bijbel staat. Dat zijn ook maar verhalen. En dat kunnen we allemaal als metafoor gebruiken. En dat is in het christendom geaccepteerd. Het christendom eindigt op een gegeven moment met een dominee die zegt dat God niet bestaat. Het actuele christendom. Hè? Ja. Dan maken we een onderscheid tussen oorspronkelijke en het huidige grootste. Kijk, ten eerste lopen de kerken leeg, dus het christendom vervaagt. Ja. Geen grote kathedralen meer. Nee, vervolgens heb je nog een kleine groep hardcore SGP-types en zo. Die geloven gewoon in het orthodoxe christendom. Maar daar heb je geen last van, want die plegen geen aanslagen. En die blijven onder zichzelf in de Bijbelbelt. En die zijn keurig vertegenwoordigd in het parlement. En daar gedragen zich ook keurig democratisch. En de islam is natuurlijk een hele andere koek. De islam, daar wordt jou verteld dat je die tekst letterlijk moet nemen. Want die komt van Allah, rechtstreeks. Dus als een profeet ooit op een paard met een mensengezicht een nachtje naar Jeruzalem ging om daar die Al-Aqsa te stichten, geloof ik. En vervolgens weer terug en zijn bed was nog warm en zo. Dan heb je dat letterlijk te nemen. Dat kan. En als ik dan zeg, ja, ik heb nooit een paard met een mensengezicht gezien, ja, jammer voor jou. Ja, maar daar zijn dus ook verschillen. Met de islam is dat heel vaak. In de islam, dat zal je opvallen, er zijn altijd twee interpretaties. Er is altijd een intellectuele interpretatie en er is een letterlijke interpretatie. En het balanceert altijd daartussen. Maar je kunt niet verwachten dat van kinderen die voor een groot deel uit gastarbeidersgezinnen komen, dat daar een intellectuele interpretatie overheerst in het huis. Daar overheerst gewoon letterlijke interpretaties en daar moet je dan maar mee klaar zien te komen. Ja. Maar hetzelfde hebben we in het christendom kunnen wel zeggen, toch? Met de wederopstanding van Christus, et cetera. Dat is ook allemaal vrij letterlijk, toch? Ja, we hebben dus ik denk niet dat er veel mensen geloven die Christus werken aan die dagen weer opgestaan. Water en wijn veranderen, over water lopen, dat soort zaken. Ik denk dat het grote deel van de christenen dat als verhalen zal zien. En als metaforen voor wat Christus wel al niet vermocht of zo. Ja. Hè? Maar waar vallen ze dan op terug? Dan vallen ze terug op een intellectuele vorming, nietwaar? Dan hebben ze dus eigenlijk andere bagage. Dan hebben ze doorgeleerd, ze hebben een studie gevolgd, of ze lezen en bestuderen Griekse filosofie. Uh-huh. En dan kunnen ze dat metaforisch interpreteren. Dan zien ze het als beeldspraak of iets dergelijks. Ja. Dus je hebt de oorspronkelijke islam, het salafisme, je hebt de actuele islam. En in dat actuele islam, bijvoorbeeld wat onder Turken wordt beleefd, daar is bijvoorbeeld iemand als Atatürk natuurlijk ook heel belangrijk. Die zegt, oké, staatkundig is de religie ondergeschikt aan de politiek. Waar dus die... Gewoon een kerk van staat gescheiden. Ja. Maar waar ik naartoe wilde, is dat binnen het christendom er maar heel weinig groeperingen zijn of individuen die hun religie, of die nou intellectueel of niet, of letterlijk interpreteren, aangrijpen als mogelijkheid tot geweld, om ook als alibi om geweld tegen niet-gelovigen te gebruiken. Is dat nou echt zo weer? Als we kijken naar de Verenigde Staten, dat gaat toch al jaren gaat dat dramatisch in de Verenigde Staten. Nou, dat zijn echt geen groepen Nee, goed, in de kust niet. In de kust niet natuurlijk. In Boston zie je dat niet, in New York zie je dat niet. Maar je ziet in het binnenland, zie je dat natuurlijk wel, dat mensen radicaliseren, dat ze een aanslag plegen op een Joodse tempel of een synagoge. Dan wel. Ja, maar je kunt niet zeggen dat wereldwijd het christendom een probleem is, omdat daaruit radicale groeperingen komen die aanslagen plegen omdat ze elders het christendom willen vestigen als politieke macht. Ja. En binnen de islam. Dat is natuurlijk verleidelijk om dat te zeggen, vind ik ook verleidelijk. Dat is voor de hand liggend. Tenzij je de troepen van Bush ziet als moderne kruisvaarders. Nee. Nou, nee, maar we zien natuurlijk wel een stijging in termen van aanslagen in de Verenigde Staten. En als die aanslagen al komen, terroristische aanslagen, dan komen ze een beetje uit die alt-right hoek, waar ook een soort christelijke identiteit mee vermengd is. En dat ze dan beroepen maar op... Maar het is meer etnisch witte identiteit. Dat zijn gewoon racisten die aanslagen plegen. En ik zie niet hen zich niet beroepen op teksten uit de Bijbel. Nee. Maar al die verwijzingen naar die grote veldslagen tussen moslims en christenen. Dat is omdat het Westen, omdat de mensen zijn in het Westen, die vinden dat hen die geschiedenis wordt opgedrongen. Als
Kijk, ik was tegen, of ik ben tegen westerse interventies in islamitische landen. Dat was ik ook niet altijd, maar inmiddels wel. Maar als mensen als Bin Laden en zo over de Amerikaanse, Britse troepen die toen Irak binnenvielen, spreken als de kruisvaders, de moderne kruisvaders, wat een hele mooie metafoor is, dan beroepen zij zich rechtstreeks op die geschiedenis van geweld tussen de islam en christendom. Dat is natuurlijk een hele moeilijke episode. Bush die heeft ook gezegd dat hij christelijk geïnspireerd is eigenlijk om Irak binnen te vallen. Dat heeft hij natuurlijk ook duidelijk. Nou, hij zei dat hij democratie wilde brengen. Ja, maar hij heeft ook wel gezegd dat hij zich dus beroept op het christendom in zijn politieke beweegreden. Maar volgens mij deinst elke Amerikaanse president er heel erg voor terug om de islam te benoemen als een tegenstander. Ja. Obama heeft toch met die Cairo-speech geprobeerd om de islam te paaien zelfs. Mm-hmm. En zelfs Trump zal nooit zeggen. Ondertussen ga je natuurlijk wel door met bestaand beleid. Maar waar ik eigenlijk naartoe zou willen is dat we zeggen, oké, er zijn inderdaad terroristen. Er zijn grote geestelijke problemen, filosofische problemen, zowel onder moslims als onder identitaire groeperingen in Europa, West-Europa en in de Verenigde Staten. En dat we zeggen dat is een gedeeld probleem. Het is een probleem, gedeeld door wie? Ja, het is een probleem van iedereen. Dus zowel de moslimradicalen, moslimterroristen, als alt-right, white supremacists, die eigenlijk nog verder gaan door aanslagen te plegen, die dan natuurlijk een bepaalde ontwikkeling in gang proberen te zetten. We moeten ons keer op keer dat weerstaan. We hebben het in Nieuw-Zeeland gezien, we hebben het in Oslo of in Noorwegen gezien. We zien het links en rechts. Dat is echt een gedeeld probleem, denk je niet, Wiert? Nou, ik denk niet dat het probleem even groot is. Ik denk dat de mogelijkheid van radicale islamitische aanslagen op dit moment, in Europa althans, in de Verenigde Staten niet, maar in Europa althans, veel groter is dan die door de extreemrechtse bewegingen. Zijn het onze eigen burgers of zijn het mensen die van buiten komen, die aanslagen zouden kunnen plegen? Nou, op dit moment? Ja. Nou, gebleken is dat die types die daar in Molenbeek, waar het zo broeit, en die aanslagen op Charlie Hebdo hebben gepleegd, die zijn gewoon, dat zijn onze burgers. Ja. Alleen die zijn ook uitgereisd en die komen weer terug vervolgens. En maar waar we op dit moment mee te maken hebben, dat is dat wij niet weten hoeveel onder die honderdduizenden inmiddels nieuwkomers van de afgelopen jaren sinds 2015, hoeveel ideologisch bevlogenen, laten we het zo zeggen, zich daartussen bevinden. En die ook misschien wel fungeren als sleeping cells. En die eventueel door Al-Qaeda of IS kunnen worden opgeroepen om hier aanslagen te plegen. Mm. We weten wel heel duidelijk dat onder orthodoxe en radicale moslims het doel is om uiteindelijk Europa islamitisch te maken. Mm. En we weten zelf nu uit dat onderzoek door NRC en Nieuwsuur, wat we eigenlijk al lang wisten, maar dat is nu bevestigd, dat in instellingen waar kinderen worden onderwezen, dat ook gewoon letterlijk wordt gezegd. Dood aan de ongelovigen en zorgen ervoor dat deze landen islamitisch worden of beschouw dit niet als jouw land. Ja. Dus ze leven in een transitiefase van in een land dat nog niet van hen is en wat ze ook niet als het hunne mogen beschouwen, maar waarvan wel het doel is om het tot het hunne te maken. En dat kan alleen maar als de sharia geldt. Ja. En dus deze kinderen worden opgevoed met de gedachte dat zij pas burger kunnen zijn van dit land op het moment dat hier de sharia geldt. En het grote probleem is dat dit niet een marginale groep is, maar dat dit gewoon geldt voor hele grote delen van die allochtone populatie. Grote delen, ja. Ja, we weten natuurlijk niet precies hoeveel. Omdat maar gewoon gevoelsmatig grote delen. Dus dat kan potentieel groot worden. Nou, jij weet zelf ook wel met je achtergrond hoeveel mensen, kinderen naar die Koranscholen gaan. En je weet ook wel wat er op die islamitische basisscholen wordt gedoseerd en zo. Maar goed, en dat is niet van, bij Turken is natuurlijk wel Koningshuis en de Oranje voetbalelftal. Ja. Wat ik al zei, bij Turken die zijn natuurlijk wel gewoon ondergeschikt aan de politiek. Dus er wordt altijd gespiegeld. Hè. Er wordt altijd politiek. Nou, de implicaties van bepaalde zaken worden altijd politiek eerst gewogen en dan wordt er iets gedaan. Dus het zijn geen ongeleide projectielen, die groeperingen. Als je het hebt over Miligurus of over bijvoorbeeld een Dianet, die worden allemaal politiek geleid. Ja, maar Dianet is gewoon, Dianet beheerst dus. Daar kun je gewoon mee praten. Kun je gewoon een stichtingsbestuur aanspreken. Met moslimbroeders kun je ook praten, dat dragen ook keurige pakken. Ja, goed, moslimsbroeders, dat is weer een internationale kwestie. Tariq Ramadan was een moslimbroeder. Ja. Nou, die werd als adviseur naar Rotterdam gehaald. Ja, ja.
Ja, goed, Tariq Ramadan, ik denk wel dat hij iets heeft geprobeerd. Ik denk dat hij eigenlijk... Maar hij is een moslimbroeder. Wat kan hij geprobeerd hebben? Hij kan hoogst geprobeerd hebben om dit type islam van onveeg te maken. Het was toch duidelijk dat hij hier voor de centen zat, toch? Hij zat hier ook volgens mij voor de dawa. Ik denk dat hij hier echt puur voor de centen zat, hoor. Nou ja, en voor de vrouwen, want hij verkracht vrouwen. Ja, maar althans, daarvoor is hij opgepakt. Maar, heeft hij natuurlijk goed bezoldigd door de gemeente Rotterdam. Nee, maar snap je de ironie ervan? Deze meneer die wordt naar Rotterdam gehaald als vertegenwoordiger, Tariq Ramadan, dames en heren. Als vertegenwoordiger van een zogenaamd verlichte islam. Een mevrouw die actief is bij NIDA, mevrouw El Azouzi, die ook in de dienst veiligheid zit van Rotterdam. Die wordt zijn persoonlijk medewerkster. Uh-huh. Dus dat is dus midden in het hart van de Rotterdamse politiek en bestuur zit die man. Die blijkt uiteindelijk een radicale moslimbroeder te zijn en ook nog eens een keer moreel volstrekt verwerpelijk omdat hij vrouw heeft aangerand. Dus zo naïef zijn wij in het omgaan met die... Maar daarom zouden we die mensen zelf moeten opleiden, denk je niet? En die mensen hebben Dat kunnen we helemaal niet. Nou, we hebben gewoon een Abdul Wahi van Wommel bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een prominente moslim in Nederland. Die zou zulke initiatieven ook kunnen leiden. Er zijn heel veel van dat soort mensen. Bekeerlingen die wel... Bekeerlingen zijn vaak de meest fanatieke vertegenwoordigers. Ja, ik zie fanatiek. Hè. Dus dat ze een baard laten staan, dat is geen fanatisme, denk ik. Nou, ik ben wel bij panels in debat met die mensen en zo. Mm-hmm. En ik moet zeggen, daar is weinig ruimte voor. Mm-hmm. Maar we kunnen toch mensen daarop selecteren dat ze zeggen, oké, dit is een type moslim die inderdaad de staatkundige aanweging kunnen maken. Dus inderdaad die politieke traditie van Nederland, Nederlandse belangen, al dat soort zaken in perspectief kunnen plaatsen. En dat ze niet met een moslimbroederschap bezig zijn of met Turkije. Noem eens een land waar de islam, zeg maar, dominant is in de cultuur en in de religie. En waar de democratie goed functioneert. Turkije. Kijk, als je het hebt over de huidige... Turkije functioneert de democratie goed. Nou, kijk, Turkije is natuurlijk, maakt een bepaalde ontwikkeling door die wij in Europa ook enigszins nu doormaken. Nou, ik hoop het niet. Nou, goed, kijk, we komen... Nou, goed, dat is een ander thema. Hè. We hebben het over liberalisme. Ja. Daar wilden we het ook over hebben. Nee, maar Turkije, zit jij hier nou de AK-partij en Erdogan te verdedigen? Vind je dat nou... Ik denk dat Erdogan vergelijkbaar is met een Orbán. Met een Duda. Met heel veel andere politici in Europa intussen. In zekere zin het liberalisme laat varen. En hij heeft natuurlijk zijn reaal politieke reden om dat te doen. Als we kijken nu... Nergens zoveel journalisten in de bak als daar, hè? Ja, goed, er zijn volgens mij 150 journalisten gevangen in Turkije. Wordt natuurlijk ook in de pers wordt het breed uitgemeten. En dan wordt gesuggereerd dat er duizenden mensen zijn, 150 mensen. Nou, een deel daarvan kun je duidelijk herleiden tot strafbare feiten. Ander deel kun je natuurlijk over discussiëren. En dat zou ook moeten plaatsvinden, discussie. Waarom zitten deze mensen vast? En dat wordt ook voldoende gedaan, denk ik, ook vanuit Turkije. Dus die democratie, en dan wordt gezegd, ja, er is geen persvrijheid in Turkije. Nou goed, de tweede grootste krant van Turkije, dat is een liberale krant. Dat is de Sözcü, dat is gewoon een volkskrant. De grootste is Sabah, dat is de Telegraaf van Turkije. En die functioneren. En eigenlijk, er is een soort inderdaad een tweestrijd. Dat vindt nog steeds plaats. Wat je wel ziet op tv. Luister, ik ben best bereid om enigszins te relativeren wat betreft Turkije. Omdat ik dat zelf ook vaak doe wat betreft het systeem in Rusland. Hè, als mensen roepen van Rusland is een dictatuur. Ja. Dus moet ik altijd zeggen, nee, dat is het niet. Het is een autoritair geleid land. Maar er bestaan wel degelijk gewoon media-uitingen die vrij zijn enzovoort. Maar ja, dat is natuurlijk totaal niet het type systeem en regime dat wij wensen voor onze westerse democratie. Ja. Maar laat ik even een vrij directe vraag stellen. Is de democratie koopbaar? Dus is kapitaal, kan kapitaal de democratische ontwikkeling sturen? Nou, dat zie je toch gebeuren in de Verenigde Staten. Dus alleen als de scheiding de macht overeind blijft. En je kunt uiteindelijk toch... een corrupte president afzetten bijvoorbeeld. Of je zou, als je hier in Nederland het ministerie van Justitie en Veiligheid kunt opschonen, omdat het aantoonbaar dus gewoon niet goed functioneert, dan functioneert die democratie nog wel. Maar hij is natuurlijk aan alle kanten kwetsbaar. Ja, kwetsbaar. En ook, want dat zien we natuurlijk overal, dat inderdaad kapitaal zo sterk is dat die volkswil eigenlijk wordt vertrapt, wordt verpulverd in sommige gevallen. Dat de meerderheid inderdaad gemarginaliseerd kan worden. In Turkije hebben we dat gezien. We zien dat nu in Europa, dat inderdaad groepen, of politieke groepen, sociaal-conservatieven, allemaal, of het nou Polen is, of ook wel Frankrijk, inderdaad, de arbeider wordt, inderdaad, zijn koopkracht ziet dalen, dat zien we in Nederland.
En dat er eigenlijk een soort gevoel van onmacht ontstaat. Dat ze de zaken politiek kunnen rechttrekken. Omdat het kapitaal, het zijn zulke grote concentraties van kapitaal, dat mensen zich machteloos voelen. En dat ze daardoor dat liberalisme onder druk komt te staan. En dat is het andere onderwerp wat ik graag zou willen bespreken vandaag. Of het liberalisme in het huidige bestel houdbaar is. Want we zien die ontwikkelingen, nietwaar, in West-Europa. Maar die gevestigde orde die zich verzet tegen bijvoorbeeld het opkomend populisme, dat is niet per se het kapitaal. Dat is veel eerder een set of waarden en ideeën die wordt uitgedaagd door een hele andere, veel conservatieve, cultureel conservatievere set van waarden en ideeën waar mensen zich waar mensen uit allerlei klassen zich in vertegenwoordigd voelen. Het is niet zo dat het populisme in Frankrijk alleen maar vertegenwoordigd wordt door die gele hesjes. En het is ook niet zo dat het populisme in Nederland alleen maar vertegenwoordigd wordt door mensen die PVV stemmen of die nu op de Forum voor Democratie stemmen. Want in die onderklasse zijn ook voldoende mensen natuurlijk nog altijd in die veronachtzaamde onderklasse die dan de pineut zou zijn van het kapitaal, het slachtoffer zou zijn van het kapitaal. Daar zijn ook voldoende mensen die natuurlijk op linkse partijen stemmen nog altijd. Ja. Nou goed, dat is wat ik liberalisme. Ik heb hier een paar stellingen. Die zou ik graag willen inbrengen. Maar goed, dat heb ik er net al genoemd. Hè. Sociaaldemocraten zijn verantwoordelijk. Je bent daar volgens mij een beetje genuanceerd over. Sociaaldemocraten zijn verantwoordelijk eigenlijk voor in dat probleem met immigratie. Jij ziet dat genuanceerder. Ja, het waren de ondernemers en dus de vertegenwoordiger in de VVD die de gastarbeiders in Nederland haalden. En de SP, de socialisten, die keerden zich daartegen. Want die waren bevreesd voor verdringing op de arbeidsmarkt. Dezelfde soort polenmeldpunt, hè, wat een paar jaar geleden de PVV deed en waar de Wilders even voor bekritiseerd werd. De SP die had dat destijds al in de jaren van de eerste generatie gastarbeiders. Dus in die zin, maar wat er vervolgens gebeurd is met faciliteren van verblijf van deze mensen, het niet aanspreken op hun integratie, op integratie, geen niet stellen van integratie eisen en dergelijke. Ja, dat geldt natuurlijk veel meer vervolgens voor links, maar ook voor de christelijke partij trouwens. Die grens inderdaad, kijk, dit is ook een onderzoek, uit 2015 van Havenkamp, waar duidelijk wordt gezegd, er zijn ook veel immigranten die kampen met psychische problemen, geestelijke problemen, eigenlijk doordat ze dus onvoldoende coping, imitatie, eigenlijk adaptatie kunnen doormaken. Dat zij dus in de integratie krijgen. Dus heel veel mensen verstaan er eigenlijk aanpassing onder. Nou, heel veel mensen kunnen zich niet aanpassen omdat ze A, gebrekkige taalvaardigheid hebben en zelfs analfabeet zijn. Dus heel veel van die immigranten, eerste generatie, waren eenvoudigweg analfabeten. Mm-hmm. Laaggeletterd, als ze al konden lezen, nauwelijks iets gelezen. Ja. En die denken in beelden. Ja. In plaats van teksten. En dat zijn wij natuurlijk gewoon te doen in Nederland. Ja. Dus heel veel kampen ook met psychische problemen. Dus die voorwaarden zijn aanvankelijk onvoldoende gesteld. Dus ik denk dat we dat kunnen delen, dat inzicht. Dat inderdaad veel duidelijker had moeten worden gezegd. Oké, dit is het soort samenleving waarin je wordt opgenomen. Nadat duidelijk werd dat mensen zouden blijven in Nederland. Hè, met gezinsherenigingen, alsof je met kinderen worden geboren. Dat is een andere vraag die ik zou willen stellen. Dat verplichte inburgeringscursus wat we bijvoorbeeld in Nederland hebben, dat het onvoldoende is voor succesvolle integratie. Waar die simpele vragen worden gesteld van hoe... Ja, daarin worden ook ontzettend veel stomzinnige vragen gesteld. Zou dat voldoende zijn? Die inburgeringscursus? Nou, we zien dat Turken er soms onderuit komen. Er zijn bepaalde uitspraken van naar rechterlijke tussenkomst die hen vrijstellen. Maar is dat voldoende, inburgeringscursus? Om minderheden te laten integreren? Ja, om minderheden veel beter te integreren dan vooral in die grote steden waar we die problemen zien. Nee, dat is natuurlijk niet afdoende, ook niet voldoende. Maar het is wel... Kijk, wat mensen moeten leren is de taal en vervolgens moeten ze aan het werk. Ja. Want tijdens het werk komen ze in contact met allerlei andere mensen en leren ze die cultuur kennen, het land waarin ze verblijven. En vervolgens moet je ervoor zorgen dat er nog in de samenleving een soort van
sociale mobiliteit bestaat, waardoor mensen kunnen opklimmen. Het gevoel ook hebben van als ik hard aan de slag ga, hard ga werken, dan kan ik hier opklimmen en dan kan ik iemand worden en dan kan ik succesvol worden en gewoon rijk worden, geld verdienen en zo. Want uiteindelijk is dat waar de meeste mensen om te doen is. Dus die indruk moet je die mensen geven. Vervolgens moet je jou heel goed duidelijk maken wat totaal niet gebeurd is van dit hier is de dominante cultuur, hier heb je aan te houden. Dus we gaan niet zeiken over hoofddoeken bij de politie, dat doen we gewoon niet. He, dus al die Fatima Elatix, al die types en zo vanuit de Turkse of Marokkaanse gemeenschap die vervolgens gaan zeuren, we willen hoofddoeken bij de politie, gewoon onmiddellijk de mond snoeren. Nee, doen we niet. Begin we niet aan. Als je bij de politie wil, ook als islamitische vrouw, doe je hoofddoek af. Ja. Anders, nou jammer dan. Ja. He, dan is de politie maar minder divers, beginnen we niet aan. We gaan ook niet, die dubbele nationaliteit gaan we ook problematiseren, willen we ook vanaf. Dus we gaan alles op alles zetten om te voorkomen dat jij de Marokkaanse of Turkse paspoort houdt. Dat is ook veel te weinig gebeurd. Je bekent je tot de Nederlandse samenleving, je krijgt alle mogelijkheden hier. We gaan ons ontzettend best doen voor jou om te integreren. De bedoeling is dat je ook een beetje dankbaar bent, dus niet al te grote mond opzet ook over wat hier allemaal zo verschrikkelijk is. Dat weten we wel, hier zijn ook allerlei misstanden. Maar het is niet de bedoeling dat we nu met z'n allen die misstanden gaan problematiseren. We gaan juist proberen om te kijken wat is hier nou juist zo positief, waarvan jij ook kunt profiteren. Nou, dat is dus helemaal misgegaan omdat jarenlang deze mensen de indruk hebben gekregen, of nee, hen is wijsgemaakt dat zij een slachtoffer zijn van onze niet erg acquaïrende welkomst, van onze cultuur die hen niet welkom zou heten, van ons kapitalistisch systeem dat hen zou uitbuiten, van onze imperialistische en kolonialistische verleden, waardoor zij uiteindelijk op de een of andere vreemde manier hier terecht zijn gekomen, omdat Turkije en Marokko kennelijk koloniën waren van Nederland, wat niet zo was, maar goed. Dus op alle mogelijke manieren is hun aangepraat dat hun identiteit is slachtofferschap. In plaats van dat tegen hen is gezegd, joh, leuk dat je er bent, ga meedoen. Doe je niet mee, moet je weer teruggaan, want dan hebben we niks aan jou. Maar als je meedoet, krijg je alle mogelijkheden, alle kansen. En mensen die jullie gaan discrimineren, daar gaan we ook tegen optreden, want dat willen we niet. Dat hadden we moeten doen. Is allemaal niet gebeurd. Vanuit allerlei culturele redenen en morele redenen. Ik kan deze lezing heel goed volgen. Denk je dat er minderheden zijn die al zo ver zijn dat ze dit accepteren? Nou, ik heb bijvoorbeeld veel Hindoestanen die inderdaad vinden dat... maar goed, het heeft de Hindoestaanse cultuur zijn eigen eigenaardigheden en problemen en zo. Veel huiselijk geweld en dat soort dingen. Maar die wel, en ook veel Surinamers overigens, Creools Surinamers, die vinden dat zij hier in Nederland gewoon prima thuis horen en verwelkomd zijn en prima kunnen meedraaien. En goed, ik kom ook uit een andere situatie, kenden de taal meestal al, dus hadden we meestal geen taalproblemen en zo. Maar dan nog, weet je, ik bedoel, als je ziet hoe enorm veel succesvolle Turken en Marokkanen er zijn van de tweede en derde generatie, die gewoon helemaal meekomen, kunnen meekomen, ook kansen hebben gegrepen, fijne banen hebben en zo. Dan denk je toch ook over, joh, hou eens op met slachtoffer uit te hangen. Kijk naar je broers en je zussen en je neven en nichten en zo. Die doen het toch prima, dus het kan allemaal hier. Hallo, de parlementsvoorzitter is van Marokkaanse afkomst, de burgemeester van Rotterdam is van Marokkaanse afkomst. Dus ik vind het heel verfrissend wat je hier vertelt. Nou, dat zou helemaal niet verfrissend moeten zijn, want het zijn gewoon feiten. Ja, het zijn feiten, maar het is ook verfrissend in die zin dat je bijvoorbeeld ook spreekt van loyaliteit. Je krijgt die kansen, je moet ook een beetje dankbaar zijn. Ja. Want we moeten inderdaad dankbaar zijn. Want waarom onderschatten we... Wees blij dat je in het ongeveer op het hoogtepunt van de westerse beschaving deel kunt uitmaken van een van de meest succesvolle landen en beschavingen ter wereld. Exact. Jezus, maar echt serieus. Echt serieus, ja. Als je dan gaat zeiken, wat voor wereld leef je? Ik denk dat het door die segregatie komt. Dus dat zo gescheiden leven, zowel in arbeid als in onderwijs, dat je dus inderdaad afzonderlijk zit in collegezalen en zo. Zo weinig sociale interactie. En dat is inderdaad de theorie, onderschrijft een aantal zaken van wat jij hebt verteld. Dus inderdaad taal leren, sociale interactie plegen, sociale interactie. Ja. En dan opgaan in de sociale instituten. Ja.
Dus helemaal opgaan in de structuur. En niet eens instituten misbruiken om jouw eigen islamistische agenda te gaan pushen. Ja. Maar die gebruiken om ze te onderhouden. Ja. Kijk, nou, ik denk, dat is heel belangrijk. Wat we hier hebben opgebouwd is dus echt een heel beschaafd systeem. Het is Maar ik neem het rechts ook kwalijk. Ik neem het absoluut rechts kwalijk. Waarom worden deze gesprekken niet gevoerd? Direct, rechts. Direct met wie niet? Met rechtse Turken. Rechtse Marokkanen. Rechtse Iraniërs, die rechts denken, die nationalistisch zijn bijvoorbeeld. Ik heb hier mensen te gast gehad. Ik heb hier Othman El Hamouchi te gast gehad. Hij is... Die gozer uit België. Nou ja, goed, er zullen problemen zijn aan zijn filosofie wellicht. Kun je benoemen. Maar er is een wil, er is een dankbaarheid, er is een loyaliteit. Hij houdt van het land, hij wil. Er is een enorme bereidheid om... ook realpolitiek, vanuit de realpolitiek perspectief gezien. En wat jij zegt, we hebben een van de meest welvarende landen van de wereld. Mm-hmm. Waar komt die welvaart uit voort? Dat weet men onvoldoende. En als je het hebt over het politieke proces, dan moet uiteindelijk gestemd worden in de Kamer, of in Schiedam of iets dergelijks. Dan moet je wel het land echt begrijpen. En ook diepere fundamenten van het land begrijpen. De rivieren, de Rijndelta begrijpen, de vele deltawerken. Maar dat begrijpt de gemiddelde autochtone niet. Nou goed, maar die dat zou... Het ook niet. Maar als je dat, in ieder geval, als je die richting oppraat, dan komt er meer liefde voor, bijvoorbeeld een Oosterschelde-kering. Al die kanalen die zijn gegraven in de afgelopen eeuwen. Het belang daarvan voor het onderhoud. Ja, maar het probleem hier is natuurlijk, en dat begrijp ik heel goed, want ik heb ook heel lang in het buitenland gewoond, is dat als Turk of Marokkaan, van welke generatie dan ook, heb jij nooit die gedeelde geschiedenis die autochtonen wel hebben. Mm-hmm. Hè? Die families die teruggaan tot, weet ik veel, 17e, 18e eeuw en kunnen zeggen, ja, maar mijn voorouders die woonden daar of daar. Of, en hoe dan ook, woonden jouw voorouders in Turkije of in Marokko. Dus die hebben, dus een deel van die geschiedenis ligt daar. Dus je moet symbolen bedenken wat ze in de Verenigde Staten dus heel duidelijk wel hebben. Hè? Je moet symbolen bedenken die wij allemaal kunnen delen, hè, het Nederlands voetbalelftal is daar natuurlijk een verschitterende voorbeeld van, die we allemaal kunnen delen, waarop ook Turken en Marokkanen, andere nieuwkomers, hun Nederlanderschap, Nederlandse exact. Burgerschap kunnen baseren. En daarom is het zo jammer dat nu Marokkaanse Turkse jongens die goed kunnen voetballen voor die elftallen kiezen. Het is verschrikkelijk. Ik vind het prima hoor, als we dat willen. Maar het zou mooi zijn als, wat zou er dan mooier zijn op dit moment, dat wij als voetballiefhebbers, ik weet niet of jij dat bent, als Hakim Ziyech in Nederlands elftal zou spelen. Absoluut, dat zeg ik ook. Met Memphis Depay en Babel, daar heb je toch een voorhoede. Ja, die jongen komt uit Dronten, komt uit Flevoland. Ja, en hij heeft nog een beetje Twents accent, omdat hij bij Enschede heeft gespeeld. Zo. Maar wie dus moet dit doen? Uiteindelijk, ik denk dat het zal niet van paternalistische sociaaldemocraten komen. Nou ja, dat hadden dus de Kuzus en de Azarkansen zo moeten doen. Goed, wat doen die? Het moet ook van rechts komen. Het moet echt van de sociaal-conservatieven komen. Het moet van de, ook van de liberaal-conservatieven komen. Het moet echt van de rechterpartij komen. We hebben nu een verdeling 80-70 ongeveer in de Kamer. Nou ja, goed, nou, het probleem is bij de Kuzus en de Azarkans en zo. Maar leg dat niet, bij hen. Die gaan uit op segregatie en op rechts, dus bij de, dat begint al bij de VVD, maar ook PVV en Forum voor Democratie en zo natuurlijk helemaal. Die kennen deze populaties helemaal niet. Die hebben dus helemaal geen contacten binnen Marokkaanse en Turkse gemeenschap. Ja, maar je legt het bij de anderen, je legt het weer bij Kuzus. Dus, die kennen dus die populaties niet, waardoor zij ook dat gesprek niet kunnen aangaan, omdat ze geen idee hebben met wie zij te maken hebben. Ja. He, ze hebben geen idee als ze met Marokkanen of Turken omgaan, uit wat voor milieu die komen, wie dit nu precies zijn, hoe die mensen leven, omdat ze daar in hun daar nauwelijks of niet of nauwelijks mee omgaan. En nu heb ik toevallig de mazzel dat mij in mijn persoonlijke geschiedenis ik de Turkse gemeenschap heel goed ken, wat mij natuurlijk enigszins wel genuanceerder maakt in dat debat. Maar je ziet bij PVV en ook onder de aanhang van Vorm van Democratie en zo, natuurlijk veel te veel mensen die denken dat elke moslim een soort van rabiate terrorist is en die moet allemaal het land uit liefst en zo. Ja, dan krijg je natuurlijk geen gesprek. Bovendien is het problematisch omdat de miljoen moslims die we hier hebben, die gaan gewoon blijven. Dus daar zul je toch een modus vivendi mee moeten zien te vinden. En die kun je gewoon vinden, maar dan moet je wel ook inderdaad, wat jij zegt, dat gesprek aangaan. En dat niet eens alleen. Je moet begrijpen
wat hun, uit welke wereld zij komen. Want als je dat niet, net zoals vroeger protestanten en katholieken elkaars wereld moesten zien te begrijpen, weet je wel. Ja, zie jij positieve signalen wat dat betreft? Meer begrip onderling? Nee, helemaal niet juist. Nee, ik vertel net over, Atatürk. Nou, dat komt vaak als een verrassing. Ja. Dat Atatürk dus gewoon de religie, dus sectes heeft bestreden. Uniform onderwijs. Er komt geen religieus onderwijs. Er komt geen bijzonder onderwijs. Nou ja, daar zou je naartoe moeten. Eén soortig onderwijs. Ja. En iedereen gaat een uniform dragen. En iedereen wordt op dezelfde manier opgeleid. En we doen niet meer aan madrasas, we doen niet meer aan religieuze scholen, weekendscholen met religieus onderwijs, et cetera. Mm-hmm. Dat doe je maar privé. Mm-hmm. Later is dat wel wat versoepeld, toen het kon. Nou goed, we moeten een beetje de vrijheid hebben om daar kritisch naar te kijken. Ja, maar kijk, daar was het religieus probleem in Turkije. En hier is het een religieus en cultureel probleem. Dus het is nog eens een keer groter dan waar Atatürk mee te maken had. Dus we moeten zowel cultureel als religieus die verschillen overstijgen. En ik ben er wel van, ik vind wel, het hoeft niet per se vanuit de dominante cultuur te komen. Dat moet vanuit, toch vanuit de minderheden komen. Ja, maar, omdat zij nu eenmaal hier ooit kwamen. Ja, als, maar je zult, dus ik zeg al, hè, ik ben zelf, sta een beetje aan die rechterkant. Dus je hebt heel veel mensen die eigenlijk aan die rechterkant staan, maar die worden eigenlijk niet aangesproken. Ja. Bijvoorbeeld een christendemocratische partij, die zegt dan altijd uiteindelijk, ja, christenen en moslims. Christenen en moslims. Ja, maar kijk naar die onderliggende waarden. Kijk veel meer naar die onderliggende waarden. En dan zie je dat er heel veel overeenkomt dat je die mensen ook kunt aanspreken. Dus ik denk dat daar echt nog veel werk te doen is. En, de meest tragische figuren in onze westerse samenleving op dit moment, wat hun betreft hun culturele positie, dat zijn de, zeg maar, de afvalligen. Ja, want die worden van beide, die worden door beide kanten niet. Hè? De ene kant wil hen dood en de andere kant die steunt hen nauwelijks. Mm-hmm. Vooral links niet. En de hoogopgeleide, zeg maar, allochtonen, seculiere allochtonen, die altijd zullen voelen in welke werksituatie ze ook zitten, uiteindelijk ben je allochtoon. En wanneer dat overstegen gaat worden, dat weet ik niet. Ja. Maar op dit moment geldt in ieder geval voor Turken en Marokkanen eigenlijk altijd nog dat zij, uiteindelijk komt er een moment in hun werksituatie, hoe hoog opgeleid en hoe seculier ze ook zijn, dat ze zullen worden geconfronteerd met het feit dat ze Turk of Marokkaan zijn. En dat lijkt mij een hele nare positie om in te verkeren. En dan in die zin heb ik natuurlijk wel white privilege als hoogopgeleide witte man. Nou ja, omdat ik kom nooit in zo'n situatie, behalve hier als ik in Pakhuis Zwijger, naar een of andere social justice warrior bijeenkomst ga, waar ik dan de enige witte oudere man ben. En daar word ik dan wel op gewezen natuurlijk. Maar dat zijn uitzonderingen. Dat is niet de dagelijkse realiteit. We hebben nog heel veel te bespreken, Wiert. Ik hoop dat je in de toekomst opnieuw te gast zult zijn, dat we hierop kunnen doorpraten. Want we hebben heel veel onderwerpen nog niet besproken. En ik merk dat, dat er veel oud zeer is ook. Zowel bij mij als ik denk ook wel bij jou. Dat je dus bepaalde dingen toch wil bespreken. En als je ervoor open staat, laten we in de toekomst misschien met een ander. Oud zeer hoor ik. Ik probeer me te beperken tot de feiten zoals ik ze ken. Oké, bedankt voor je komst. Graag gedaan.